Goedenavond. Dank u wel. Welkom bij Opgelicht. Vanavond een klusjesman die graag zijn kant van het verhaal bij ons in het Trosgebouw wilde vertellen. Alleen even één ding. Zullen we eerst even gewoon normaal kennis maken? En dan mag daarna een rustige kamer hebben. Kijk, je hebt hier een mooi dossier liggen. Ja, mooi. Ja, ik vind het niet zo mooi eigenlijk, maar het is een compleet dossier. Nee, oké, maar het is een compleet dossier. Alleen er zit ook een hele hoop tussen waar ik afstand van doe. Lijpe Leij, ook wel Dikke Leij genoemd. De klusjesman Leon Kuipers heeft veel bijnamen en even zoveel bedrijven. De faillissementen volgen minstens net zo snel. Zijn manier van ondernemen leidt er zelfs toe dat hij in de gevangenis belandt. Opgelicht ontvangt veel klachten over het gedrag van Kuipers, dat bij tijd en wijle ook behoorlijk gewelddadig is. Als hij lucht krijgt van ons onderzoek, belt hij ons op. Hij wil met alle plezier zijn kant van het verhaal komen vertellen. En ook uitleggen waarom hij nu geen klusjesman meer is, maar de eigenaar van een heus incassobureau. Nou, hij is van harte welkom. Bij Leon Kuipers is agressie zijn hobby en oplichten is zijn vak. Op een gegeven moment kwam hij dus aanrijden met piepende banden met een hamer en wou hij mij voor mijn kop slaan. Een normale dagelijkse jongeman die verschrikkelijk de praktijk op nahoudt. We zijn hier met 14 man, 14 monteurs en er komt één meloot binnengerend. Dan moet je toch wel echt gek zijn. Dus dat mensen moeten vluchten in een ander bedrijfspand of aangrenzende pand dat ze daar de receptie op rennen. Omdat ze gewoon na worden gezeten. Het is toch niet mis als ze je vastgrijpen en zeggen van ik snij je strot door. Hij heeft een aantal mensen opgetrommeld, is ons achterna gekomen. Het is gewoon een crimineel. Hij kan in één keer omslaan en dan is het echt, het is een beest. Zin in koffie? Lekker. Zwart alsjeblieft. Zwart, oké. Okay. Vast begonnen met lezen. Ja, ik zag het anders. Kom je bekend voor? Ja. Dit is grofweg 120.000 euro. Wat hier bij elkaar ligt, is ruim 2 ton. Faillissementverslagen, alle schulden staan nog open. Rust ook nog op je schouders. Ja, dan zou je het onder stoelen of banken stellen. Dus niet, je hoeft er niet voor weg te rennen. Kijk, ik ben zielig. Ik speel die rol mee en ik ben zielig. Ja, ik vind het heel spijtig dat er mensen zo gedupeerd zijn. Dat moet je me weer van me geloven. Ja, daar hebben we grote moeite mee. De feiten liggen er namelijk niet om. Mensen vertellen ons dat Leon al jaren zonder rijbewijs rondrijdt in verschillende auto's met zijn dochtertje op de achterbank. Leon Kuipers schaft voor tienduizenden euro's bouwmateriaal aan en daar betaalt hij niets voor. Ook voor een dak boven zijn hoofd geeft hij geen cent uit. Leon Kuipers bemachtigt een zware heftruck zonder te betalen. Onbegrijpelijk dat Leon Kuipers met zulke praktijken door kan blijven gaan. Dit heeft ons tienduizenden euro's gekost. Dit kan zo niet langer. Ook deze machine had Leon nodig voor zijn klussenbedrijf. Die heeft hij van ons gehuurd, maar de huur helaas ook nooit betaald. Voor bij mazen ga je verrijker halen. Ja. En een graafmachine, mini-graventje. Ja. Ja. Niks van betaald. Duizend deel van betaald. Als je het niet kunt betalen, dan laat het alsjeblieft weten en probeer wat te regelen. Nee, ik heb het geld, alleen het geld staat vast op een rekening en dan moet ik regelen dat dat geld vrijkomt. Daarop hebben we hem schriftelijk aanmaning gestuurd en ook daar werd niet op gereageerd. Zoiets overkomt je het niet van, oh, ja, ik kan het niet. Nee, die is ook met een heel specifiek toen doel. Is daarvoor gaan kijken en zijn er ook afspraken over gemaakt over de koop en de hele reutemeteut. En daar heeft de firma Maassen destijds heel erg aan meegewerkt. En daar neem ik ze ook niks voor kwalijk. Dat zei jou wel. Ja, dat klopt. Maassen krijgt enkele maanden later een tip over de locatie waar de landbouwvoertuigen staan. Om diefstal te voorkomen halen ze terug. Leon Kuipers krijgt een rekening van een kleine 18.000 euro, ook vanwege de annulering van de aankoop. Wat schept onze verbazing? 2 of 3 dagen later werden we door Leon Kuipers telefonisch benaderd. Nee, je hoeft niet aan te leren, ik betaal die machine. Oké, dat kan, laat me zien dat je hem wilt betalen. Er gebeurde vanaf dat moment helemaal niks. Dat ze jou nog een factuur in handen hebben gedrukt, heb je niks meer van je laten horen? Oh jawel, de vertegenwoordiger heeft nog van mij vernomen.
daarna? Ik denk dat we wel 20, 25 maal misschien nog wel vaker geprobeerd hebben om telefonisch weer contact met hem te krijgen. Dat lukte niet. Het incassobureau heeft ons teruggeschreven na een paar maanden na onderzoek. Dit is een bekend adres. Hier hebben we al meerdere incassozaken lopen. En dit heeft geen zin om hier op verder te gaan, om hier kosten voor te maken. Want hier is absoluut niets te halen op dit adres. En we adviseren dan ook om middels incasso-traject niet verder door te zetten, maar bij de politie aangifte te doen van oplichting. Ja, wij hebben nog te goed van Leon Kuipers zijn bedrijf ruim 13.000 euro. Ja, vind ik heel spijtig dat daar zo'n groot bedrag open staat. Vind ik ontzettend heel erg spijtig. Bij het bedrijf Limburgse Bouwmaterialen haalt Leon voor zo'n 13.000 euro aan stenen, dakpannen en lood. Maar betalen, ho maar. Hij was niet meer bij zijn gehuurd pand. Hij was niet in zijn woonhuis wat hij gehuurd had. Dus we konden hem niet meer traceren. Dat Huub daar 15.000 euro de bodem is heeft geschoten. Dat vind ik echt lullig. Dat vind ik echt lullig. Leon Kuipers, de grootste oplichter van Limburg. Zeker geen zaken mee willen doen, in welke branche dan ook. Ik heb niet iemand opgelicht. Kijk, als ik iemand wil oplichten, dan doe ik het wel voor iets meer. Ja, als ik iemand had op willen lichten, nou, dan had ik de Limburgse bij wijze van spreken wel opgelicht voor een ton of twee, drie. En dan was ik dan met de Noorderzon vertrokken. Een jongen als Leon Kuipers komt er binnen, huurt spullen, brengt niet terug, betaalt niks, een vuile oplichter is het. Dan wil ik wel eens zien waar die dat op baseert. Dingen die je gehuurd hebt? Ik heb niks gehuurd en niet betaald. Hij is begonnen bij huren met schuurmachines. Die hebben we zelf teruggehaald en nooit geen geld van gezien. Daar is het bij ons mee begonnen. Daar hebben wij nog een rechtszaak voor aangespannen. Die hebben wij gewonnen. Maar er was geen geld te behalen. Dus dat betreft is er niks deze kant op gekomen. Daarna heeft hij via zijn vrouw bij ons spullen gehuurd. Die heeft een wandzaak van ons gehuurd. En daar begon hetzelfde mee. Daar gingen we weer aan bellen. En via via kwamen we erachter dat het met Kuipers te maken had. Toen is er weer een jongeman hier gekomen die op zijn eigen naam spullen kwam huren. Maar die bleek achteraf werkzaam zijn bij de heer Kuipers. We spraken met deze ex-werknemer die dacht bevriend te zijn met Leon. Toen zijn er op een gegeven moment een trilnaald is er gehuurd geworden voor beton te storten en een laser, een uitzetlaser. En die is nooit teruggebracht, maar stond wel op mijn naam. Zodoende hebben wij tegen hem gezegd van nou, jij bent voor ons aansprakelijk, want jij hebt onze spullen gehuurd. Het enige wat je wel kunt doen, is eigenlijk naar de politie gaan en aangifte gaan doen. Die aangifte heeft hij dan gedaan. En wij hebben daarna nog aangifte gedaan in verband met diefstal. Ik heb wat er tussen de heer Van Bavel en de firma Lumer is, sta ik buiten. Heb ik niks mee van doen. En dat weet meneer Van Bavel heel goed. En dat weet meneer, ik weet niet precies hoe hij met zijn achternaam heet. Van Luma weet dat ook heel goed. En wat hij daar verder mee doet, is hun pakje aan. Maar daar distancieer ik me van. Als het klopt, is het mijn probleem. Maar als het mijn probleem is, zal het zijn probleem worden. Dat is ook niet een opdracht van mij gebeurd. Absoluut niet. Als hij meent dat dat wel zo is, ja, dan is hij gewoon licht in zijn ogen niet waard. Verhuurbedrijf Lumar krijgt nog zo'n 7.000 euro. Ze hebben aangifte van diefstal gedaan tegen Leon. Jeroen van Bavel, hier aanwezig vanavond, welkom. Hey. Je hebt ook aangifte gedaan. Waarvan precies? Van spullen die niet teruggebracht zijn. Ik heb spullen voor hem gehuurd. En dat was met een verhaaltje van ja, ik heb er wat dingen lopen. Maar dat is, haal dat even en dan komt het goed. Er zijn een paar dingen geweest die zijn wel teruggegaan. Maar dingen die zijn gewoon niet teruggegaan. Ja. Dus je ervaart het als oplichting? Ja, absoluut. Hij gebruikt mij. Wij komen een leuk verhaaltje binnen en probeert je ergens mee te helpen. En dan word je gewoon naar hem gepakt. Wat zijn de gevolgen geweest voor jou van de contacten die je gehad hebt met Leon? Nou, bijna een echtscheiding en gekwetst op allerlei manieren. Ja. Want je hebt er gewerkt, het was een klusbedrijf. Hoe ging het er daartoe? Ja, aan het begin was het heel rustig. En op een gegeven moment kwamen er steeds meer mensen klagen. Er kwamen mensen vragen voor geld, zelfs met hardere hand. En dan werd er weer een verhaaltje opgestoken. En er werd nooit wat afgemaakt. Het was allemaal, ik heb bepaalde klussen afgemaakt met mensen die ingehuurd waren, maar die ook nooit geen geld gezien hebben. Nee. Leon Kuipers zou vanavond ook hier in de studio zijn, maar hij wil niet komen omdat hij denkt dat wij mensen betalen om aangifte tegen hem te doen. Ook vindt hij dat wij hem
niet voldoende helpen. Bij ons in de studio zijn ook Marcel en Nicole Burhenne. Welkom. Jullie hebben op dit moment nog problemen, hè, met Leon Kuipers. Ja. Hoe zit dat? We hebben nog een loods. Die moest een ruimte hebben van 100 of 75 vierkante meter of 100 vierkante meter. Nou, zegt mijn man, ja, die kunnen we maken. Dus hij heeft die afgemaakt. En hij zou dan 3 maanden borg betalen en een maand huur vooruit. Nou, ik belde hem van waar blijft dat geld? Nou, de rekening klopt niet, zegt dat kan niet. Nou, een uur later stond hij met zijn spullen voor de deur. Met een andere gedupeerde, maar die had het schijnbaar niet in de gaten dat het zo was. Dus, En toen heeft u hem binnengelaten? Ja, want we hadden zoiets van hij staat op straat en ja, hij kan praten als borgman. Ja, dus hij kwam binnen, geen borg betaald. Heeft hij daarna ooit nog eens huur betaald? Nee. Nee. Heeft u hem inmiddels al uitgezet? Nee, want ik heb nog al zijn spullen daar staan. En u heeft een contract met hem? En ik heb een contract met hem. En dan kan, voor hoe lang is dat contract nog? Tot augustus. Tot augustus. Tot augustus. 2010, ja. Ja. En nu? Wat gaat er nu gebeuren? Ik heb geen flauw idee. De spullen blijven staan. Die blijven staan. Als hij betaalt, kan hij zijn spullen hebben. Betaalt niet, blijft het spul staan. Ja. 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 En we laten ons ook niet bang maken. Dat krijgen we dus van veel mensen te horen. Want denk eraan, nou, zin is hij bij ons verkeerd. Dus er zit een ander slot in en hij komt er niet in. Totdat hij betaalt. Nee. Hoe groot is de schade nu? We zijn nu al €5200. En dat kan nog oplopen? Ja. Leon maakt er al jaren een potje van. Schuldeisers die hun geld terug willen krijgen een wel heel vervelende kant van hem te zien. En als dit nou maar bij één bedrijf gebeurd was... Pellen, keukens en sanitair, schilder- en klusbedrijf Kuipers en onderhoudsbedrijf Kuipers. Bedrijven waar Leon eigenaar van was of de man op de voorgrond. Ze gingen stuk voor stuk failliet. Pellen, keukens. Geen schuldsanering. Uiteraard in verband met oplichting niet meewerken. De schuldenlast blijft open. Ander advocatenkantoor, hetzelfde verhaal. Schulden staan nog open. Geen boekhouding, geen administratie, geen jaarstukken. KNV Koophandel wordt niet betaald. Het lijkt me toch een basis voor een ondernemer. Ja. Nee, maar oké, maar ik zeg ook niet dat niet zo is. Leon wordt zelfs door justitie in gijzeling genomen omdat hij niet meewerkt met de curator in een faillissement. Ook lezen we dat de begrafenis van een van zijn kinderen zoveel geld heeft gekost dat zijn schilder- en klusbedrijf failliet is gegaan. Dat heb ik nooit gezegd en dat heb ik ook tegen minister Brouwens al gezegd in het huis van bewaring in Roermond. Van, ik weet niet waar dat verhaal vandaan komt, maar volgens mij hebben jullie het een en ander dossier door elkaar gegooid, maar dat is niet van ons uit. Nou, het erge van alles is, wij zijn ooit een dochtertje verloren. En met heel veel pijn en moeite hebben wij dus toen de begrafenis en alles kunnen betalen. Dus dat is eigenlijk ons verhaal, wat hij bij een curator neerlegt. Daar ga ik ook helemaal niet binnen op zo'n kwaas. Want dat vind ik gewoon de grootste waanzin wat je daar vertelt ooit. Wij hebben dat leed gehad en hij maakt daar gewoon een verhaaltje van voor een curator. Om zichzelf vrij te pleiten. Hij bedriegt Jan en allemaal. Tuurlijk, dit zijn dingen die gebeuren tijdens de bedrijfsvoering. Leon Kuipers is iemand die ligt meer bij elkaar dan dat hier in de Maas past. Het probleem wordt alleen maar groter. Als je hier ophoudt, begint hij in de volgende straat begint hij weer hetzelfde. Vader en zoon Muyres krijgen allebei te maken met Leon Kuipers. Pa Muyres verhuurt zijn loods aan Leon, maar ontvangt geen cent. Zoon Ron krijgt van Kuipers opdracht voor een promotiefilm. Als de aanbetaling achterwege blijft, staakt hij de productie. Meneer Muyres heeft €0 schade geleden. Dat zegt hij, maar dat is helemaal niet waar. Want er zijn nog heel veel andere dingen die nog openstaan. En de huur eigenlijk is ook nog niet verrekend. Maar heb jij daar huurpenningen betaald? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ik ben eigenlijk heel blij nu dat dit eigenlijk nu naar buiten komt. Ten slotte ben ik door de oplichter Leon Kuipers in de cel beland. En ik hoop nu dat iedereen weet wie de echte ware Leon Kuipers is. En met die beste meneer daar wil ik best nog een appeltje mee schillen, ja. Mark Becks levert voor ruim €2000 aan kantoorartikelen. Ook hij dacht bevriend te zijn en leende Leon €6400. Met dat geld zou Leon een klus kunnen uitvoeren. €500 per maand zou hij terugbetalen. De maand was voorbij en geen €500. Weer bellen. Waar blijft mijn geld? En de ene smoes naar de andere smoes. En zo is het eigenlijk steeds eigenlijk doorgegaan. En tot nu toe heb ik nog steeds geen geld. Leon leent voor onderhoudsbedrijf Kuipers, dat op naam staat van zijn vrouw, ook enkele winkelstellingen van Mark. Na gebruik belt Leons vrouw met Mark dat hij de stellingen kan terugkomen halen. En dan verschijnt ineens ook Leon. Op een gegeven moment kwam hij dus aanrijden met piepende banden, met een hamer. En wou hij mij voor mijn kop slaan. Maar hij was zo sterk, zo boos. Nou, die hamer, dat stuk ijzer is over mijn auto gevlogen.
Maar de knuppel op zichzelf, die lag er nog. En ik ben dus door het lint gegaan en zwart voor de ogen. Ik heb hem daar 2 tot 3 keer eigenlijk mee geslagen. Er is inderdaad een zwaar handgemeen tussen ons geweest. Waar inderdaad is geslagen met ijzeren staven en met een, waar ik getracht heb met een hamer te slaan. Waar later alleen nog maar een knuppeltje was, waar de kop vanaf is gevlogen. En toen zei hij, nu ben je te ver gegaan, let nu maar op je kinderen, dan worden die en je vrouw anders wel doodgeschoten. En dat heeft hij letterlijk gezegd. Dat heeft erin geresulteerd dat we allebei 2 dagen daarvoor in hechtenis hebben gezeten en dat er een aanklacht loopt, zowel tegen hem als tegen mij. Je wordt zo boos als iemand je zo heeft bedreigd en dat doe je niet expres. Maar het gebeurt. Dat is ook noodweer, zegt de politie. Want ja, iemand die met een hamer op jou afkomt, dat is ook niet de bedoeling natuurlijk dat dat gebeurt. Nee, luister. Dat ik niet altijd overal even netjes zaken heb gedaan, dat zeg ik. Dat is waar. Maar ik zeg over het verhaal Mark Becks. Daar zal en wil ik geen cent aan betalen. Garage Bruren en Ketels krijgt nog €2000 van Leon. Als ze achter hun geld aangaan, krijgen ook zij te maken met een gewelddadige Kuipers. Hebben hem aangesproken op zijn eigen bedrijf waar hij toen tijdelijk gehuurd zat. Daar is meneer heel erg kwaad geworden. Daar zijn wij eigenlijk duwend en trekkend ben ik daar de deur uitgewerkt. Dit gebeurde in het pand van de familie Muyris. En het blijkt niet de eerste keer te zijn dat Leon zich op deze manier laat gelden. Mensen die dus het geld willen opeisen en met hem eraan gesprek willen aangaan, ja, die worden gewoon met harde hand verwijderd. En zelfs dat mensen moeten vluchten in een ander bedrijfspand of aangrenzende pand, dat ze daar de receptie op rennen, omdat ze gewoon na worden gezeten. Hij heeft een aantal mensen opgetrommeld, is ons achterna gekomen, is een kwartier later hier binnen gestormd. En dit is het resultaat. Deze vaas is op een gegeven moment door Leon Kuipers opgetild en zo richting mijn kant opgegooid. Ja, enorme vaas door de showroom gegooid. Zo enorm was die niet. Leon is de deur uitgegaan, is nog teruggekomen, heeft nog een keer gezegd in de deuropening, als je het niet ophouden, weet ik jullie te vinden. Ik heb altijd de stelling gehad, bedreigen heb je niks aan. Dat is fout. Meteen actie is beter. Nee. Laten we het niet bagatelliseren. Maar ik heb altijd een heel kort lontje gehad. Zeker in de tijd van meneer Breuren en Ketels. Toen ik dat hoorde, ja, toen zat ik op 180. En dan denk je niet meer echt helder na. Heel simpel. Het is net een soort Jekyll en Hyde. Aan de ene kant kan hij heel vriendelijk zijn, maar hij kan omslaan als een blad van een boom. En dan heb je echt een beest voor je. Ingrid in het Hout verkocht in 2006 haar kroeg Den Drey aan Leon Kuipers en zijn vrouw. De contracten zijn getekend, maar het geld wordt niet overgemaakt. Joh, die centen zijn er nog niet. Hoe kan dat? Waar blijven die? Nou, dan was ze bij de Foutenbank en dan was ze dubbel ergens anders heen geboekt. En noem het allemaal maar. Allerlei verhalen. Ingrid voelt de bui al hangen en duikt nog eens goed in de papieren. En toen dat betalingsbewijs zag ik een hele kleine lettertjes bovenin staan, reservering. En ik heb de hele zooi bij elkaar gepakt. Ik ben naar de postbank gegaan. Vrouw mag het eigenlijk niet zeggen. Hij zei, maar je hebt wel gelijk. Hij zegt, want er is helemaal niks betaald. Hij. Het hele contract heeft zij zelf ontbonden per aangetekend schrijven. Omdat er niet betaald was? Nee, daar ga ik helemaal niet over uitweiden, over dat verhaal. Als we daar bij het café kwamen, wat eigenlijk ook natuurlijk nog mijn café was, want ik had de centen natuurlijk niet. Maar binnen mijn 10 minuten was hij daar en dan kreeg hij met geweld te maken, politie erbij. Hij heeft mij een keertje vastgepakt. Hij pakte me vast bij mijn keel, tilde me op, zo tegen de muur aan. We deden de deur open en daar stond hij, hij sleurde me zo naar de gang. En ja, toen was het midden op de parade, midden op die straat. En toen een aantal mensen hebben Kevin dan geholpen om hem weer los uit de klauwen van meneer Kuipers te krijgen. In de studio Ingrid in het Hout. En Kevin, je bent de zoon van Ingrid. Jij hebt ook met hem te maken gehad, hè? Klopt, ja. Wat mijn moeder al zei, van hij komt opeens daar aanzetten en hij pakt je vast. En dan sta je op de parade en ja, verbaal bedreigen, ook fysiek. En net alsof hij helemaal in een eigen wereldje leeft. Hij flipt helemaal door. Ja. Hij trekt zich er niets van aan, wat hij andere mensen aandoet. Nee,
Op dat moment kwam er toevallig een man aanlopen. Die kwam ertussen. En er begint iemand tegen hem van, hou je er buiten, je hebt er niks mee te maken. En hij trekt zich van niemand en niks wat aan en hij raadt gewoon door. Ja. Kwam je hem ook zo wel eens tegen? Ja, nou in die tijd wel. Gelukkig nadat het een beetje achter de rug was, in zover je daarover kan praten, ben ik hem niet meer tegengekomen. Maar in die tijd, ja, dan, je blijft me over tegenkomen. Een soort van rollercoaster. Je komt daar tegen en daar en dan dood je daar opeens weer op. Ja. En dan ja, blijven bedreigen en intimideren. En zo gaat hij door. Ingrid, wat heeft dit hele verhaal jou nou gekost? We zijn op een gegeven moment gestopt met tellen. Hoe stond de teller op? Bijna 150.000 euro. Aan huurkosten, want ik moest de huur blijven betalen. Gemiste omzet. De prijs die het café gekost zou hebben. Ja, noem het advocaatkosten. Want hij stak de inkomsten van het café op een bepaald moment in zijn zak, ja? Terwijl jij de kosten van het café betaalde. Ja. Ja. En je bent nu nog in rechtszaken verwikkeld om dat terug te draaien. Ja. Want je hebt met automatenhandel te maken, je hebt met een brouwerij te maken. Maar hoe kwam hij dan aan de, hoe kon hij dat doen? Hoe kwam hij aan de sleutels van jouw café terwijl hij jij had het geld de sleutel niet? Want in de eerste instantie, omdat het geld niet overgemaakt was. Heb ik zelf iedere keer opengemaakt en 's avonds dichtgemaakt. Het is carnaval, je kunt nergens terecht. Alles ligt plat in Limburg. En na de carnaval bleek dus dat er geen cent overgemaakt was. En ja, toen is er een ingebrekenstelling de deur uitgegaan. Nou ja, het hele traject. En op een gegeven moment heeft meneer de sleutel of de sloten laten veranderen. Andere sloten in laten zetten. Ja, toen kon ik er helemaal niet meer in komen natuurlijk. En wat heeft het met jou persoonlijk gedaan, dit verhaal? Een heleboel. Nog steeds. Sterk. Aan tafel zit bij ons meester Brouwers. Die is advocaat bij de curator in het faillissement van schilder- en klusbedrijf Kuipers. Welkom. Dankjewel. U heeft ook wat met hem meegemaakt. Hè? U heeft hem zelfs in gijzeling laten nemen. Ja. Waarom was dat? Meneer Kuipers die wilde niet meewerken, althans die werkte niet mee, of die dat wilde, dat weet ik niet. Maar hij werkte niet mee aan het overleggen van de boekhouding, wat cruciaal is in het faillissement. En we wisten dat er sprake was van een laptop, dat was in het eerste gesprek was dat naar boven gekomen. Daar zou een boekhoudprogramma op staan en ook die heeft hij niet willen overleggen. En toen hij eenmaal overlegd was, de laptop, wilde hij ook niet het wachtwoord geven, waardoor we erop konden. Juist. En goed, met betrekking tot de boekhouding hebben we op een gegeven moment gezegd, nou die is zo cruciaal, die moeten we hebben. En toen hebben we aan de rechtercommissaris gevraagd om meneer Kuipers in gijzeling te nemen. Ja, dat is een van de machtsmiddelen van een curator, om dat te doen. Toen zat hij vast, toen bent u bij hem op bezoek gegaan. Hoe ging dat? Ja, samen met een kantoorgenoot, dat doen anders met z'n tweeën, zijn we toen naar het huis van bewaring Roermond gegaan. En daar heeft zich een gesprek ontsponnen, waarbij eigenlijk wij nogmaals hebben gevraagd van, nou, doe nou eens even uit de doeken waar de boekhouding is en hoe die boekhouding eruit ziet. En waar de laptop is en hoe wij die laptop kunnen krijgen. En toen is er een beetje een dreigende situatie ontstaan. En werd ook nog geprobeerd om een deal te sluiten. Want laten we nou eerst maar eens vrij, dan kom ik vanzelf wel de boekhouding brengen. Daar zijn we uiteraard niet mee akkoord gegaan. Nee. Hij heeft nog een tijdje langer gezeten en op een gegeven moment is de laptop door iemand anders gebracht. Goed. We hoorden eerder zeggen dat Leon, de curator, verteld zou hebben dat een van zijn kindjes overleden was. En heb ik later gehoord dat dat eigenlijk niet zijn verhaal was. Ja. Maar hij ontkent dat. Hij zegt, nee, u heeft de zaken door elkaar gehaald. Ja. Nou, we hebben de ochtend voordat het faillissement werd uitgesproken, hebben we bericht gekregen van de griffier van de rechtbank. Hè, diegene die dan vraagt of wij het faillissement willen nemen. En die heeft ons gevraagd om eigenlijk de menselijke maat aan te leggen in het faillissement, omdat er sprake zou zijn van een overleden kind. Wat mede oorzaak zou zijn geweest voor het ontstaan van het faillissement. En in mijn eerste gesprek met meneer Kuipers heb ik daar ook naar gevraagd. En dat werd bevestigd. Ik heb geloof ik nog zelfs naar een rouwannonce. Een één-op-één-gesprek? Ja, één-op-één-gesprek. Dat gebeurt automatisch. Heeft u dat aan u? Ja, en om een rouwannonce gevraagd. Nou, die was er nog niet, maar die zou allemaal komen met de boekhouding en dergelijke. En ook in de boekhouding zouden kunnen controleren dat die begrafeniskosten zo hoog waren. Maar ja, de boekhouding is nooit overgelegd, dus ja. Heeft u niet kunnen controleren. Ja. Heeft u iets met agressiviteit te maken gehad van hem? Nou, zoals ik al zei, tijdens de gijzelname hebben we een gesprek gehad en daar ontstond een zeer dreigende sfeer. En de woorden die daar gebruikt zijn, ja, die zou je wel als dreigend kunnen betitelen. Ja. Is het faillissement inmiddels afgewikkeld? Hoe is dat gegaan? Bij gebrek aan baat is het faillissement inmiddels opgeheven. Ja.
Ja. Niks te halen. Er viel niets te halen. Wat moet er nou eigenlijk gebeuren met zo iemand als deze Leon? Nou, we zijn blij dat ondanks dat... het is geen fokker faillissement, hè? Het is geen groots faillissement. Hoewel het natuurlijk altijd heel erg vervelend als we getypeerd zijn. Maar we zijn blij dat in ieder geval de justitie... inmiddels op basis van de aangifte die wij hebben gedaan... vanwege de faillissementsfraude die we hebben kunnen constateren... inmiddels is overgegaan tot vervolging. Goed. Nou, we zullen het afwachten. En hoe gek het ook mag klinken... Leon begint een nieuw bedrijf. Terwijl hij niet van plan lijkt om zijn schulden te gaan betalen. Maar kun jij onze kijkers uitleggen? Hier ligt voor 3 ton ruim. Ja. Wat wij hebben onderschept, mogelijk is er nog meer. Nou, nee, ik denk dat jullie een heel groot deel hebben onderschept. 3 ton. Je betaalt niemand. Hiervan is niemand betaald. En wat begin jij? Nou, dat zeg jij. Je begint een incassobedrijf. Ja. Uitgerekend een incassobedrijf. Ja. Incassobedrijf. Wat ik gemerkt heb, heel veel incassobureaus sturen 2 briefjes... En daarna hoor je nooit niks meer van ze. Ja, die ervaring heb je wel. Die ervaring had ik, inderdaad. En ik dacht van, dat kan ik zelf beter. Ja, dat is geweldig. Dat dit nog kan in Nederland. Als je zoveel aangiftes op je naam hebt. Zoveel bedreigingen op je naam hebt. Zoveel oplichtingszaken op je naam hebt. Dat je dit in Nederland kunt beginnen. Ja, het verbaast mij... Achteraf gezien allemaal niks meer wat meneer Kuipers natuurlijk doet. Maar ik zal niet voor mijn problemen wegrennen. Ja, dat heb je wel gedaan. Nee. Ik ben nooit... Geen medewerking verlenen? Niet reageren op aanmaningen? Nee. Ik heb het over wegrennen. Zelf gegijzeld worden omdat je wegrende? Nee, ik rende niet weg. Nee, letterlijk niet, maar figuurlijk wel. Hoe bedoel je dat? Je werkt toch niet mee? Ja, maar dat is niet wegrennen. Hij is kop in het zand. Ja, dat ben ik met je eens. Kop in het zand en we zien wel hoe het schip staat. Is dat de conclusie van al die bedrijven, al die bv'tjes? Ik steek gewoon mijn kop in het zand. Is dat misschien een finale conclusie? Ik denk dat je daar wel een heel groot deel van aanneemt, ja. Nou, wij graven je er graag even uit. We weten dat het zeker 100 bedrijven zijn die met Leon te maken hebben gehad. Volgens de politie heeft er fraudeonderzoek gelopen naar Leons praktijken. En bekijkt het Openbaar Ministerie momenteel wat er met dat onderzoek gaat gebeuren. Als u ook te maken heeft gehad met Leon en nog geen aangifte heeft gedaan, roepen wij u op dat alsnog te doen en dat ons ook te laten weten. Dan zullen wij blijven aandringen bij de politie dat er ook iets met die aangiftes gebeurt. Op onze website vindt u ook de contactgegevens van zijn laatste curator. En dan iedereen hier aanwezig in de studio met wie ik gesproken heb, heel erg bedankt voor de medewerking. Het probleem is inderdaad groter dan we denken, want over een andere zaak hebben we eerder dit jaar al bericht. Toen kwam Leon Kuipers naar het Trosgebouw om zijn kant van het verhaal te vertellen. Bij Leon Kuipers is agressie zijn hobby en oplichten is zijn vak. Op een gegeven moment kwam hij dus aanrijden met piepende banden en met een hamer en wou hij mij even op mijn kop slaan. Een normale dagelijkse jongeman. Die verschrikkelijk de praktijk op nahoudt. We zijn hier met 14 man, 14 monteurs en er komt één maloot binnengerend. Dan moet je toch wel echt gek zijn. Dus dat mensen moeten vluchten in een ander bedrijfspand of aangrenzende pand, dat ze daar de receptie op rennen, omdat ze gewoon na worden gezeten. Het is toch niet mis als ze je vastgrijpen en zeggen van ik snij je strot door. Hij heeft een aantal mensen opgetrommeld. Is ons achterna gekomen. Het is gewoon een crimineel. Hij kan in één keer omslaan en dan is het echt, het is een beest. Zin in koffie? Lekker. Zwart alsjeblieft. Zwart, oké. Onbegrijpelijk dat Leon Kuipers met zulke praktijken door kan blijven gaan. Dit heeft ons tienduizenden euro's gekost. Dit kan zo niet langer. Ja, vind ik heel spijtig dat daar zo'n groot bedrag open staat. Vind ik ontzettend heel erg spijtig. Ja, wij hebben nog te goed van Leon Kuipers zijn bedrijf ruim 13.000 euro. Dat Huub daar 15.000 euro de bodem in heeft geschoten. Dat vind ik echt lullig. Dat vind ik echt lullig. Een jongen als Leon Kuipers komt er binnen, huurt spullen, brengt niet terug, betaalt niks, een vuile oplichter is het. Dan wil ik wel eens zien waar die dat op baseert. Daar hebben wij nog een rechtszaak voor aangespannen. Die hebben wij gewonnen. Maar er was geen geld te behalen, dus dat betreft is er niks deze kant op gekomen. Hij is kop in het zand. Ja,
Dat ben ik met je eens. Kom in het zand en we zien wel hoe het schip staat. Dat is dat de conclusie van al die bedrijven, al die bv'tjes? Ik steek gewoon mijn kop in het zand. Is dat misschien een finale conclusie? Ik denk dat je daar wel een heel groot deel van aanneemt, ja. Nou, wij graven je er graag even uit. Pellekeukens. Geen schuldsanering. Uiteraard in verband met oplichting. Niet meewerken. De schuldenlast blijft open. Ander advocatenkantoor. Hetzelfde verhaal. Schulden staan nog open. Geen boekhouding. Geen administratie. Geen jaarstukken. KNV Koophandel wordt niet betaald. Ik zal niet voor mijn problemen wegrennen. Ja, dat heb je wel gedaan. Nee. Ik ben nooit... Geen medewerking verlenen. Niet reageren op aanmaningen. Nee. Ik heb het over wegrennen. Zelf gegijzeld worden omdat je wegrende. Nee, ik rende niet weg. Leon wordt zelfs door justitie in gijzeling genomen omdat hij niet meewerkt met de curator in een faillissement. Ook lezen we dat de begrafenis van een van zijn kinderen zoveel geld heeft gekost dat zijn schilder- en klusbedrijf failliet is gegaan. Dat heb ik nooit gezegd. Het erge van alles is, wij zijn ooit een dochtertje verloren. En met heel veel pijn en moeite hebben wij dus toen de begrafenis en alles kunnen betalen. Dus dat is eigenlijk ons verhaal wat hij bij een curator neerlegt. Op een gegeven moment kwam hij dus aanrijden met piepende banden met een hamer. En wou hij mij voor mijn kop slaan. Toen zei hij, nu ben je te ver gegaan. Let nu maar op je kinderen. Dan worden die en je vrouw anders wel doodgeschoten. En dat heeft hij letterlijk gezegd. Nee, luister. Dat ik niet altijd overal even netjes zaken heb gedaan. Dat zeg ik. Dat is waar. Hij heeft een aantal mensen opgetrommeld. Is ons achterna gekomen. Is een kwartier later hier binnen gestormd. En dit is het resultaat. Deze vaas is op een gegeven moment door Leon Kuipers opgetild en zo richting mijn kant opgegooid. Ja, enorme vaas door de showroom gegooid. Zo enorm was die niet. Mario Timmermans, jij zat naar deze uitzending te kijken in maart van dit jaar. Wat dacht je toen? Nou, toen had ik echt zoiets van, nou, met wie heb ik nou te maken? Wat is dat voor een beest? En ik had toch al iets gehoord en wat gelezen op internet. En ik had inmiddels ook 2 maanden huurachterstand. Want hij huurde een appartement van jou? Ja, vanaf 1 januari. Dus ik zag dit in maart. En dat onschuldige en hoe die praat. U heeft een zaak aangespannen. Ja. Wat heeft dat u gekost? Ik denk dat ik tot nu toe 12.000, 13.000 euro kwijt ben. Want er komt eerst uitstel en dan nog eens uitstel. En verweer en nog eens verweer. En het gekste verweer en smaad en ik ga me aanklagen. En... Ja, maar u won het. Want er komt een vonnis van de rechtbank en dat stelt u in het gelijk. Hij moet de woning verlaten. Is dat dan voldoende of moet er dan nog weer wat gebeuren? Nee, is dat lang niet voldoende. Want je moet gewoon wachten. Je moet verschrikkelijk veel geduld hebben. Want het vonnis zou 25 augustus uitgesproken worden. Dus en hij zat er al vanaf 1 januari in. Toen werd het weer met 4 weken uitgesteld. Dus toen was het 8 september. Ja, omdat de advocaat ervoor heeft gezorgd dat het toch nog wat sneller ging. En toen kreeg hij nog 2 weken de tijd om vrijwillig te gaan, maar hij ging niet. En dan moet een deurwaarder er nog eens in gaan plannen. En wat kost dat? Een voorschot moest ik betalen van 2000 euro. Nog weer bovenop al die kosten die u had gemaakt? Ja, ik dacht van nou, ik heb alles gehad. Ik heb de advocaat gehad, ik heb mijn schade die gehad. Die kosten krijgt u natuurlijk, die moet u verhalen op ik hem. Moest... Dus die krijgt u nooit, hè? Nee, tuurlijk niet. Nee. Dus daar heeft u niet meer op gewacht? Ik heb er valt niks bij te halen, natuurlijk. Nee, daar heeft u niet meer op gewacht. Overigens, achter u zit Ron Muilers. Die ging met u mee als cameraman. En om alles te filmen. En eigenaresse Mario Timmermans heeft dus een vonnis in handen om de huur te innen of Kuipers het pand uit te krijgen. Ze gaat samen met de politie en wat bekenden naar de woning om de sleutel op te halen. Op dat moment is het huurcontract dus al ontbonden. Vanaf eind 2009 woont Leon Kuipers in het appartement van Mario Timmermans. Op 1 maand huur en borg na heeft hij geen cent betaald. Ik ben er heel erg kapot van. En sowieso omdat mijn ouders in het appartement hebben gewoond. Ik zie iedere keer mijn moeder daar voor het raam staan te zwaaien. Het zijn de spullen van mijn ouders, de meubels van mijn ouders. Mijn moeder die vroeg me nog of ze een nagel in de muur mocht slaan. En nu weet ik dat ik er zo iemand in heb zitten. Maar ze me voor waarschuwen dat ik straks ook niet weet hoe ik het appartement ga aantreffen. Dus ik ben er helemaal kapot van. Kom binnen. Kijk. Oh, wat is dit ding?
Ik ben 2 keer bij de politie geweest om aangifte te doen. Daar werd ik weggestuurd. Maar het is gewoon een zaak van oplichting. En zij zeggen gewoon, ja, het is niet bewezen dat het opgelicht is. Nou, en ze zijn aangiftes kwijt. De agent komt onverrichter zaken terug. Leon wil alleen de sleutel aan de makelaar geven. Ik heb niet de sleutel gegeven. Hoe wil dat nou? Het mag alleen door een deurwaarder bekrachtigd worden in het vonnis. Dan krijg je een voorschotsnota van 2000 euro wat je moet betalen. Ik heb toch het vonnis in naam der koningin. Nou, dus ik heb het idee dat ze mij gewoon veel harder pakken dan de dader. Leon Kuipers belooft de sleutel aan de inmiddels opgetrommelde makelaar te geven. Tom, kom binnen. Goedemorgen. Die vrouw die voelde zich nergens geholpen. Ik heb haar met de dingen die waar ik in kon steunen, heb ik dan ook gedaan. Van in godsnaam blijf in ieder geval vooral rustig. En dat heeft Mari ook uitstekend gedaan. Ze heeft eigenlijk alle middelen aangeboord om het te doen zoals het in het wetboek beschreven staat. Alleen voor de rest staat ze gewoon heel machteloos. En van de politie, burgemeester, ministerie van Justitie, allemaal nul op request. Mario Timmermans schrijft een brief aan de burgemeester van Venlo. Ze krijgt de volgende reactie. Oplichting als delict wordt doorgaans laag geprioriteerd. Vandaar dat uw aangifte nog in de wachtrij voor behandeling staat. Ik zeg, dan weet ik voldoende. Dan kan zo'n man gewoon zijn hele leven lang door blijven gaan. En dat doet hij dus nou ook. Ondanks zijn beloftes weigert Kuipers ondertussen de sleutels aan de makelaar te geven. Ik kan er niks mee. Nee, ik zal het zo aangeven. Ik weet het niet. Leon? Ja? Wist ik misschien wat voor de camera reageren? Is het roze opgelegd? Nee hoor. Helemaal niet? Op zoek heb ik echt een toestemming om die beelden goed te zenden bij deze. Ja, dan moest je bij de trots zien, niet bij mij. Hé, maar Leon, waarom niet? Je kunt toch lichtjes reageren? Hé? Hey? Ik heb mijn beurtje genomen. Dus die man die lag zich gewoon kapot, want die betaalt niks. En ik kan voor alle kosten opdraaien. En het duurt gewoon onderhand een jaar. Hallo, met Mario Timmermans. Daarop had Mario Timmermans toch besloten om het gas, water en elektriciteit wederom af te sluiten. Dat was al afgesloten, maar meneer vraagt weer gewoon een andere dienstverlener aan die dat weer aansluit. En ook daar betaalt hij zijn rekeningen natuurlijk niet. Ik zou nooit het heft in eigen handen nemen, maar die man die dreef je tot het uiterste. Ik had geen andere keus. Ja, dat is een maat, hoor. Ja, dat is wel. Het verhaal krijgt nog een staartje, maar dat laten we u zo direct zien. Eerst gaan we naar de werkzaamheden van Leon. In de uitzending eerder dit jaar vertelde hij dat hij zelf een incassobureau heeft. Geld innen voor schuldeisers, dat is zijn vak. Dat incassobureau zou maar een kort leven beschoren zijn, vertelde hij. De feiten liggen anders. Hier ligt voor 3 ton, ruim. Ja. Wat wij hebben onderschept, mogelijk is er nog meer. Die betaalt niemand. Hiervan is niemand betaald. En wat begin jij? Nou, dat zeg je. Je maar begint een incassobedrijf. Ja. Uitgerekend een incassobedrijf. Wat ik gemerkt heb, heel veel incassobureaus sturen 2 briefjes. En daarna hoor je nooit niks meer van ze. Ja, die ervaring heb je wel. Die ervaring had ik, inderdaad. En ik dacht van, dat kan ik zelf beter. Na onze uitzending is de naam van de Limburgse incassomaatschappij veranderd in Maas Incasso. Het bedrijf staat op naam van Leon Kuipers. Wij maken een afspraak en verzinnen een verhaal van een huurder die niet betaalt. En al maanden in ons appartement zit. Hoe verzinnen we het? Eens kijken hoe Kuipers dit probleem met zijn incassobureau aan zou pakken. Maar jullie hadden ook een probleem. Ja, het is huur. 11.635 euro. 13 maanden niet betaald dan. Snap je? Ik wil net zeggen. Dat is niet voor de gevallen, maar... Kijk... Je gaat geen 13 maanden geen huur betalen voor een appartement. Dat doe je niet. Ja, dat is eigenlijk zo iemand gewoon onwijs goed beschermd. Ja. Ja, dat is in Nederland gewoon zo. Ja. Wij spraken ook met een klant van Kuipers, Annemieke Smink. Zij had echt een niet betalende huurder. Nou, hij kon voor ons de huurder eruit zetten. Hij kon voor ons de huur in. Alles wat achterstallig was. De schade, alles kon verhaald worden. En hij ging dat wij even regelen. Wat ik zelf met dit dossier zou doen, is eerst via de middellijke weg aangetekend schrijven. 3 dagen later gelijk een huisbezoek aan. En dan ook wel zwaar onder druk zetten. Hij zou brieven schrijven, hij zou hem aanmanen om te betalen. Een eventuele betalingsregeling af voor te stellen. Als dat niet zou lukken, zou er een
dagvaarder ging uitgaan via zijn deurwaarder, want die had hij ook in dienst. En dan zou het bij de rechtbank komen. Ja, ik zei nu voor niks in kas, weer een heel dus een krijgsgebied. We moesten een bijdrage doen voor de griffierechter. Op het moment dat dat dus aangevraagd werd in de rechtbank. En dat was eigenlijk voor ons het moment waarop wij zoiets hadden van wacht eens even. We willen eerst wat zien. En we kregen niets meer te zien van papieren, van de huurder niets. Helemaal niets, tot de dag dat het in de rechtbank zou komen. Ja, daar kwam het alleen niet. Wat Kuipers daadwerkelijk voor Annemieke heeft betekend, blijft onduidelijk. Maar tegenover onze verborgen camera's blijft Leon trots vertellen over zijn werkwijze. Ja, ik denk dat wij dat 2-3 keer aan de deur zijn geweest of dan bij hem thuis. Het is avond. Maar zeg je wel dat de volgende keer de knokploeg komt? Tussen neus en lippen. Ja, precies. Ze snappen wel wat jij bedoelt, zeg maar. Ja, kijk, als ik met 5 man voor de deur sta, s'avonds om 8:30, die zitten zelf met de vrouw op de bank en de kinderen goed bij te kijken, dat vinden ze niet leuk. Nee. En als, dan kun je een grote bek optrekken en de volgende morgen staan die 5 personen weer zelf te wachten buiten bij je auto. Ja. Die rij je achter je aan naar je werk. De huurder is er inmiddels uit met de belofte dat hij het achterstallige huurgeld over zou maken naar meneer Kuipers en vertelde dat hij bedreigd was. Ik heb je al aan de telefoon gezegd, we zijn een iets ander incassobureau. Ik ben altijd een eikeltje op dat aan elkaar. Ik laat ook auto's voor de muur wegslepen. Oké. Dat doe ik zelf bij mensen bij de Efteling. Die zijn gezellig op zaterdagmorgen naar de Efteling toe met de hele familie. En wij rijden achteraan en mensen in de buurt en zij nemen de auto. Op een gegeven moment ben ik eigenlijk gewoon pesten. Dan ga ik hier gewoon sms-bommen verzamelen. Dan krijg ik gewoon elke dag een sms'je van me. En dan kun je je telefoon uitzetten, maar dan zeg je een dag later aan en heb je voor 200, krijg je er één keer binnen. Als je telefoon geblokkeerd, dan kan de software niet aan. Nou ja, dan wacht ik een 3-4 dagen en dan krijg je weer een sms-bom. Stuurt dan een keer 2000 in één keer, dan is hij helemaal geblokkeerd. Kan je thuis bellen, ik sta s'avonds voor je deur. Terug ging ook na diverse telefoontjes dat de heer Kuipers uit zijn huis gezet zou worden. Het kon zo gebeuren dat hij in ons huis zou gaan wonen. De huurder is er dan wel uit, maar Annemieke ontvangt geen cent. Leon zegt alles via de rechtbank te spelen. Maar bij justitie zijn geen officiële verzoeken ingediend. En de sleutels heeft Kuipers nooit teruggestuurd. We kwamen er tot onze grote verbazing achter dat het huis gedeeltelijk ingericht was weer. Dus van wie die meubels zijn weten wij niet. Ze staan daar, ze staan achter slot en grendel. En het huis is afgesloten. Majoor Timmermans, nou, scenario schrijver zou het niet kunnen verzinnen. Wat denk je als je dit ziet? Die gelooft gewoon zijn eigen onzin. Die gelooft zijn eigen verhalen. Hij is gewoon, die is gewoon gek. Maar hij gaat niet te zachtzinnig geld innen bij mensen die niet betalen, terwijl hij zelf nergens een rekening betaalt. Niet te geloven. De kassiering, dan gaan we zo bij alle haren opstaan. Ja. Werkelijk waar, ik kan het me gewoon niet voorstellen. Nee. Meneer Van Bochhoven, wat vindt u ervan, zo'n verhaal? Nou ja, als je naar zit te kijken, dan word je ook, als je er niks mee te maken hebt, gewoon boos. Ja. En het is natuurlijk verschrikkelijk hoe mensen op deze manier worden aangepakt. Ja, want gewoon een hardwerkende particulier die een woning verhuurt, die is duizenden en duizenden euro's kwijt. En bijna een jaar verder voordat ze iemand het huis, haar eigen huis uit kan zetten. Ja, dat is zo. Is dat rechtvaardig? Nou, als je het overkomt, heb je zeker het gevoel dat het niet zo is. Want je hebt inderdaad al die kosten. Je hebt veel schade ook vaak na afloop nog weer in de woning. Maar het is natuurlijk wel in lijn met de afspraken die partijen met elkaar hebben gemaakt. Ze hebben wat wij dan noemen civielrechtelijke afspraken gemaakt. Dat zijn afspraken tussen twee zelfstandige partijen. En dat kan je alleen maar wat aan doen, ontbinden via de rechter. En dat is een hele lange procedure. Ja, maar kijk, het is natuurlijk, dat is een civiele zaak, maar we hebben hier te maken met een oplichter. Zeker. Zeker gezien zijn geschiedenis en het feit ook dat we al eerder een lange uitzending aan hem hebben en we hebben hem net horen praten, ook nog weer op die verborgen camera. Dit is een man die willens en wetens dit doet. Dan moet je daar, dat is dan de volgende stap in het proces, natuurlijk aangifte van doen. En dan dat moet, heeft mevrouw diverse keren geprobeerd. Ja, En dan zijn die ook nog weer verdwenen. Maar dan betekent dat er dan een strafzaak van gemaakt moet worden. Omdat iemand moet worden opgepakt wegens oplichting. En dan moet je dus heel bewust op die koers gaan. Ja, we hebben het eerder over dit probleem gehad. En toen zei uw voorganger, Ruud van Heugden, het volgende. U gaat deze problematiek aankaarten bij de minister van Justitie.
Ja, en wij willen daar nog één punt aan toevoegen. Is dat wij denken dat in het opsporen, we hebben al gezien dat het prioriteiten stellen moeilijk is. In het opsporen misschien de field een grotere rol zou kunnen spelen. We kennen natuurlijk de meldlijnen die we al hebben voor fraude aan te melden. Maar misschien zou voor de huuroplichting, want ik zie eigenlijk een beetje dat dit toch als een vlek door Nederland en zelfs het buitenland gaat doorgaan. Dat we een meldlijn maken waar misschien de minister van Justitie zou kunnen zeggen van ik probeer daar de field een keer achteraan te zetten. Want deze mensen die stoppen niet na één keer, die gaan door, laten steeds meer schulden achter. Dat zou een idee van ons zijn. Als u daar goed nieuws over heeft, mag u dat altijd komen vertellen. Ik laat het u weten. Ja. Nou, uw collega heeft keurig kamervragen gesteld, dat heeft hij beloofd, heeft hij ook gedaan. Maar van die FIOD-meldlijn nooit meer wat van teruggehoord. Nee, dat klopt, omdat de minister in die antwoord op die kamervragen heeft gezegd dat hij daar twee vragen bij heeft. In de eerste plaats of dat wel een taak van de FIOD is. En in de tweede plaats dat als je dat wel zou vinden, dat dan nog de vraag is of de FIOD daaraan toe zou kunnen komen. Omdat dat natuurlijk toch weer een andere tak van sport is dan waar ze zich normaal mee bezighouden. Ja. En dus is er aan de kant van die kant is er weinig te verwachten. Ja, maar wat is het dan wel voor oplossing mogelijk? Ik weet het niet precies, zeg ik er maar heel eerlijk bij. Ik denk dat het wel zo is dat wij van rechters zouden mogen vragen dat zij veel nadrukkelijker dan veel mensen die hier nu zitten het gevoel hebben nu gebeurt, naar het hele dossier kijken. Mensen hebben vaak het gevoel dat hun zaak als het ware als een eenmalige zaak en één aparte zaak wordt behandeld. Terwijl ze soms weten dat er een heel dossier achter ligt. Nou, dat is ongetwijfeld zo. Want wij zien in al die dossiers, en wij zijn natuurlijk gespecialiseerd in dossiers van mensen die een lang verleden hebben op het gebied van oplichting en niet betalen van huren, dat soort zaken. Dat altijd als ze uitstel vragen, want je mag pas na 3 maanden naar de rechter, dan krijgen ze dat uitstel. En dan krijgen ze het nog eens. En dat betekent dat je al 9 maanden op pad bent voordat er überhaupt een vonnis komt te liggen. We gaan in het komende jaar een tweetal wetten behandelen in de Tweede Kamer. Dus zowel de woningwet als de huisvestingswet. En we zouden misschien naar een middel kunnen zoeken. Ik zeg het bewust heel voorzichtig. Om in die wet als het ware ook iets mee te nemen. Waarbij we bij dit soort zaken ook de rechter dwingen misschien sneller te handelen. Dat is 1. En 2, hem ook dwingen om naar het volledige dossier te kijken. Juist. Daar zit wel een kanttekening aan. Mijn collega Van Heugden heeft dat hier ook gemeld. De wet op de privacy. Want hij heeft ook over een zwarte lijst gesproken. En daar is ook bij de minister naar gevraagd. Dan zegt de minister, partijen mogen dat rustig doen. Een lijst aanleggen en dergelijke. Maar denk erom, het moet wel binnen de regels die de wet op de privacy stelt. Ja, uiteraard. Maar goed, kijken naar het verleden van iemand, daar is natuurlijk helemaal niks op helemaal tegen. Helemaal niks tegen. En als je een dossier weet te overleggen, dan zouden we misschien, maar ik nodig ook vooral juristen uit om met mij mee te denken, om dat op een goede manier te organiseren. Goed, nou. We willen nog even weten natuurlijk hoe dat nou afliep bij het huis van Mario. Een half uur na vertrek ontvangt Mario een telefoontje dat Leon de meterkast heeft opengebroken om de stroom weer aan te sluiten. Move. Kuipers denkt zichzelf wederom met geweld te redden. Maar de politie zal toch wel korte metten met hem maken? Nee, blijf met de grens. Is goed. Oké, dankjewel. Hoi. Is geslagen met de schoendrijf en op dat hoofd geslagen. Ja. Stel ik op beeld dus. Leon, ga ik even naar binnen jongen, dan komen we zo bij de kamer. We zijn naar de politie gegaan om aangifte te doen van mishandeling. Dat is ook in zoverre gedeeltelijk gelukt, maar ook op een aantal punten niet gelukt. Omdat ja, de politie vond de situatie schijnbaar niet dreigend genoeg om daar echt iets mee te doen.
Ja, je ziet wel wat meneer Kuipers doet, want hij gebruikt hoofdzakelijk de achterzijde van de schroevendraaier. En ja, dit kunnen we niet echt zien als een ernstige bedreiging. Ik heb het vanmorgen gezegd dat je kent wat je meug. Maar je blijft ook hier in de gang. Ik ken het nummer aan. En als je mee van de trap af gaat, ik ken het nummer aanhuren. Je hebt alle rechten, wie meug niet. Het ziet er zo naar uit dat de situatie zo uit de hand moet lopen dat de politie straks alleen kan zeggen, ja, we hadden dit niet gedacht dat meneer Kuipers dit zou doen. En wat zeg jij dan? Die tijd die komt. Die tijd die komt. Dat gebeurt. We hebben drie keer weer de politie met hem aangegeven te vloeken. Ik heb drie keer weggestuurd. Ik moet op de knieën liggen als fatsoenlijke mens. Wil er eens een keer naar meegelicht. En die helft kan me de handen over de kop. Ik houd dat zo niet meer vol. Sorry, dat is het nodig van woningrecht, ja, dat... Kom maar van mij naar binnen, regelen we dat! Het is triest, je krijgt kippenvel van als je toch zo iemand ziet. En dat je weet dat dit in de toekomst ooit in een keer fout gaat. Dit gaat in een keer gebeuren, mijn ogen. En dan is het te laat. Dan is het te laat. Ja, Mario, wat zou jouw advies zijn aan beleidsmakers om dit probleem op te lossen? Mijn advies is om de hele huurwet te herzien. Ik snap ook niet dat daar rechters aan te pas moeten komen. Ik heb zoiets 3 maanden geen huur betalen. Eigen rechten in hand nemen. Ik kan het overleggen dat ik 3 maanden geen huur heb gekregen. U zegt wel, er is een huurovereenkomst. Maar een huurovereenkomst staat ook dat netjes die huur betaald dient te worden. En dat je dan als fatsoenlijke mens 10 maanden moet wachten, vind ik gewoon schandalig. Schandalig. Ron Muilens, wat zou uw advies zijn? Ja, dat advies is al voor mij gezien dat mensen zich steeds maar in kunnen blijven schrijven bij Kamer voor Koophandel. Dat is natuurlijk de reinste waanzin. Ze lichten de ene zaak naar de andere, wordt opgelegd. En het gaat maar door. En ze gaan weer gewoon een nieuw bedrijf beginnen. Dus daar ligt al voor mij de fout. Ja. Nou, suggesties van mensen die het meegemaakt hebben. Gaat u dat meenemen naar Den Haag? Want u zegt het wordt heel erg moeilijk. Het is ook gecompliceerd, dus daar draaien we niet omheen. Maar gaat er iets veranderen, zodat mensen meer in hun recht staan als ze hun eigen bezit en de waarde daarvan willen beschermen? Ik wil best, en ik wil dat zeg dat van harte toe. Maar dan misschien niet vanuit de huurwet, maar vanuit oplichting en vanuit de weg van de aangifte. Want dat hebben deze mensen ook allemaal gedaan. Misschien is dat een weg waar dan toch meer bereikt zou kunnen worden. Ik zeg u toe dat ik daar nog een keer naar kijk, maar ik wil geen verwachtingen wekken die ik niet kan waarmaken. Ik geef er onmiddellijk bij aan dat het een hele lastige materie is. Is waar. Wij blijven erop terugkomen tot er iets veranderd is. Dat kunnen wij dan alvast wel toezeggen. Ja. Ja? Okay. Ik kom graag uitleggen wat ik dan gedaan heb. Nou, zeker. Ik weet dat u nog van alles wil zeggen. Dat mag na de uitzending, maar we zijn echt door de tijd heen. Dank u wel voor de medewerking. Dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Lijpelei, dikke lei, het zijn bijnamen van de Limburger waar we 2 keer eerder aandacht aan besteden. Zo had hij diverse klusbedrijven, zat in de horeca en begon notabene een incassobureau. De 36-jarige Leon Kuipers, een ondernemer met 2 gezichten. Welbespraakt, innemend, maar confronteer hem niet met de waarheid, want dan kan hij wel eens in woede uitbarsten. Bij Leon Kuipers is agressie zijn hobby en oplichten is zijn vak. Op een gegeven moment kwam hij dus aanrijden met piepende banden met een hamer en wou hij mij even op mijn kop slaan. Het is toch niet mis als je vastgrijpt en zeggen van ik snij je strot door. Hij heeft een aantal mensen opgetrommeld, is ons achterna gekomen. Het is gewoon een crimineel. Hij kan in 1 keer omslaan en dan is het echt, het is een beest. Zin in koffie? Lekker. In 2010 nodigen wij Leon Kuipers uit om over de door hem veroorzaakte problemen te praten. Zo heeft hij op dat moment al tonnen aan schuld op zijn naam. Geen boekhouding, geen administratie, geen jaarstukken. Kamer van Koophandel wordt niet betaald. Het lijkt me toch een basis voor een ondernemer. Ja, vind ik heel spijtig dat daar zo'n groot bedrag open staat. Vind ik ontzettend heel erg spijtig. Dat vind ik echt lullig. Dat vind ik echt lullig. Leon wordt zelfs door justitie in gijzeling genomen omdat hij niet meewerkt met de curator in een faillissement. Ook lezen we dat de begrafenis van een van zijn kinderen zoveel geld heeft gekost dat zijn schilder- en klusbedrijf failliet is gegaan. Ik weet niet waar dat verhaal vandaan komt. Nou, het erge van alles is, wij zijn ooit een dochtertje verloren. En met heel veel pijn en moeite hebben wij dus toen de begrafenis en alles kunnen betalen. Dus dat is eigenlijk ons verhaal.
wat hij bij een curator neerlegt. Ik hoop nu dat iedereen weet wie de echte ware Leon Kuipers is. Met die beste meneer daar wil ik best nog een appeltje mee schillen, ja. Op een gegeven moment kwam hij dus aanrijden met piepende banden, met een hamer. En ja, wou hij mij voor mijn kop slaan. Er was inderdaad een zwaar handgemeen tussen ons geweest. Waar inderdaad is geslagen met ijzeren staven en met een... waar ik getracht heb met een hamer te slaan. En toen zei hij, nu ben je te ver gegaan, let nu maar op je kinderen, dan worden die en je vrouw anders wel doodgeschoten. En dat heeft hij letterlijk gezegd. Nee, luister, dat ik niet altijd overal even netjes zaken heb gedaan, dat zeg ik. Dat is waar. Mensen die dus toch het geld willen opeisen en met hem eraan gesprek willen aangaan, ja, die worden gewoon met harde hand verwijderd. Deze vaas is op een gegeven moment door Leon Kuipers opgetild en zo richting mijn kant opgegooid. En dit is het resultaat. Enorme vaas door de showroom gegooid. Zo enorm was die niet. Maar hij kan omslaan als een blad van een boom en dan heb je echt een beest voor je. Hij pakte me vast bij mijn keel, tilde hem op, zo tegen de muur aan. 3 ton. Je betaalt niemand. Hiervan is niemand betaald. En wat begin jij? Nou, dat zeg jij. Maar je hebt een incassobedrijf. Ja. Uitgerekend een incassobedrijf. Maar jullie hadden ook een probleem. Ja, het is huur. 11.635 euro. 13 maanden niet betaald. Kijk, je gaat geen 13 maanden geen huur betalen van een appartement. Dat doe je niet. Wat ik gemerkt heb, heel veel incassobureaus sturen 2 briefjes. En daarna hoor je nooit niks meer van ze. Ja, die ervaring heb je wel. Die ervaring had ik, inderdaad. Als hij zelf uit huis dreigt te worden gezet vanwege wanbetaling, reageert Leon Kuipers zo. Hans Gijs de trap af, muur. Stap even ze. Hup, tegenhoofd. Jojo. Kans klinkt goed, man. Hé. Hey. Wat dit? Joven. Jo, dat wil een aanklacht. Jan is niet netjes. Die ganse familie. Zet dat maar wel op televisie. Wie moet hem dreigen? Wie moet hem dreigen, hè? Krijg je kippen wel van als je toch zo iemand ziet. En dat je weet dat dit in de toekomst ooit in een keer fout gaat. Dit gaat in een keer gebeuren, mijn ogen. En dan is het te laat. Dan is het te laat. Na de uitzendingen horen we diverse verhalen dat hij door is gegaan met zijn incassopraktijken. In Amsterdam runt hij het bedrijf Koch & Co. Hij huurt zowel een woning als een bedrijfspand, maar bij beide verloopt de betaling niet vlekkeloos. Dan verdwijnt hij van de radar. We weten dat hij bij diverse dak- en thuisloze opvangcentra heeft gezeten, waar hij ook steeds met problemen is weggestuurd. Hij leert in deze periode Tessa Erkens kennen. Zij is hier vanavond aanwezig. Welkom, Tessa. Dank je. Hoe heb je Leon eigenlijk leren kennen? Ik heb Leon leren kennen via een datingsite. Ja. Hele aardige, lieve, vooral innemende man. Ja. Die niet alleen mij zeg maar, heeft ingepakt, maar ook iedereen om mij heen. En dat was wel zijn sterke kant, zeg maar. Ja. Wat waren zijn plannen op dat moment? Hij was van plan om zelf een stichting te gaan starten. Om daarmee dak- en thuislozen op te vangen. Hij wilde ook mensen met een beperking daarbij betrekken. Ouderen. Achteraf natuurlijk. Ja. Gelukkig dat het niet gebeurd is. Nee. Hoe is hij daarmee begonnen? Hij heeft natuurlijk zelf bij dak- en thuisloze opvang gezeten. Zijn verhaal naar mij toe was dat hij daar werkte. Dat is natuurlijk niet zo. En hij vond dat zo geweldig dat hij dacht van, nou laat ik dat zelf ook gaan doen. Ja. Heeft hij eerst ruimte gezocht of zo, waar dat plaats zou kunnen vinden? Ja? Hij heeft ruimte gevonden in de buurt van Nijmegen. Ja. En is daar eigenlijk heel snel mee aan de slag gegaan om alles te regelen. En hoe regelde dat? Want begon hij zelf een bedrijf op zijn eigen naam? Nee. Nee, of ik hem daarmee wilde helpen. Ik heb gewoon een baan. Ik heb hem wel advies gegeven van, goh, kun je zo of zo aanpakken. Nu blijkt dat hij dus ook niet in Nederland staat ingeschreven, maar in Tel Aviv. En daarom kon hij dus ook niet op zijn naam een bedrijf starten. Ja, ja.
En jij deed dat, want je had een relatie en je vertrouwde hem natuurlijk. Ja, ik vertrouwde hem. Vielen jou rare dingen op in die tijd aan hem? Ja, het was wel zo dat hij... hij zei natuurlijk, hij kreeg zakgeld bij de daklozenopvang. Maar opeens stopte hij ook zeg maar, met boodschappen betalen of wat dan ook. Dus dat kwam allemaal op mij terecht. Hij bestelde ook dingen via internet. Een cadeautje voor mij voor kerst, wat ik uiteindelijk zelf moet betalen. Hoe ontdekte je dat hij... niet was wie die zei dat hij echt een fraudeur was? Ik begon mijn twijfels te krijgen door het hele verhaal van geen geld. En er zou geld zijn in Duitsland en dat soort toestanden. Dat ook bij mijn vader kenbaar gemaakt. En mijn vader zei van nou, we gaan zoeken. Die is bij het bedrijf in Venlo uitgekomen. Zij hebben fotobeelden van jullie opnames toegestuurd. Natuurlijk ook op jullie website terechtgekomen. Ik zag de foto's en toen was het eigenlijk al gelijk duidelijk. Ja. Inmiddels had hij ook al voor 10.000 schade weer veroorzaakt bij een nieuwe verhuurder van het oude klooster dat hij gehuurd had. Inmiddels is hij veroordeeld. Voor 90 dagen moet hij zitten voor een rekening van 90 euro, of 3 rekeningen eigenlijk. Ja. Daar heeft duidelijk de politierechter ook zijn verleden in meegewogen. Ja. Wat vind je van zijn straf? Ja, veel te weinig. Als ik kijk naar alleen al mijn periode, maar wat ik bij jullie lees op de website, wat hij nog meer heeft uitgehaald, ja, dat kan niet. Die man die heeft echt hulp nodig. Die mag niet vrij rondlopen en het weer gaan doen. Dus nee. Nou, eind mei komt hij weer vrij. Ja. Mensen, weet met wie je zaken doet. Bedankt dat je het verhaal met ons wilde delen. Graag gedaan, dank jullie wel. Bent u slachtoffer van oplichting? Of heeft u tips voor de redactie? Help ons oplichters ontmaskeren. Opgelicht.nl